Je ziet regelmatig bij ons video's van hem voorbij komen, of beter gezegd soundscapes. Op een creatieve manier vertelt Peter Hofland verhalen met beeld en geluid. Vaak over de historie van Tilburg. Wij vonden het de hoogste tijd om eens te kijken waar die creativiteit vandaan komt en spraken met hem af. Waar komt jouw fascinatie vandaan om alles vast te leggen in beeld en geluid? Dat was al vrij snel. Toen ik een jaar of 16 was, toen kreeg ik van mijn vader een Philips bandrecorder. En toen begon het eigenlijk met geluiden opnemen, overal. Vogelgeluiden, straatgeluiden. Op een gegeven moment is het gewoon doorgegaan naar... Foto's maken, heel veel foto's, dia's in die tijd en dan overvloeidingetjes. Ik was geïnteresseerd om alles vast te leggen, daar kwam ik eigenlijk inderdaad gewoon op neer. Dat doe ik nog steeds. Komt dat nu tot uiting in jouw schilderkunst? Ja, dat wel. Ja. Ik ben gewoon een kleurrijk figuur, ik probeer alles gewoon vast te leggen. Ik probeer ook altijd nieuwe dingen te ontdekken. Kijk, ik ben iemand die... Ik heb ook bijna niet gestudeerd. Ik heb wel gestudeerd natuurlijk. Ik heb sonologie gedaan in Utrecht. De leer van het geluid. Maar ik probeer altijd wel de dingen iets te maken wat gewoon nieuw is. Dat niet wat iedereen al gedaan heeft. Met mijn schilderen precies hetzelfde. Het is de laatste tijd zo erg voor dat ik eigenlijk liever schilder dan muziek maak, bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel jammer af en toe. Daar ben ik laatst heel intensief mee bezig. En ja, ik vind ook dat ik dat moet doen. Dus ik heb heel veel schilderijen gemaakt ondertussen. Binnenkort ga ik ook exposeren in Kaatsheuvel. 30 juni. Eigenlijk voor de eerste keer. Grote dingen. En ik wil wel, als ik een expositie doe, dan wil ik ook wel gewoon doen wat ik wil. En dat ding laten zien die ik gewoon goed vind. Ben je perfectionistisch? Ja, wel erg, ja. In die dingen wel, ja. In de muziek ook trouwens, overal wel. In video ben ik ook de laatste tijd ook heel veel mee bezig om daar toch te kijken dat ik daar een andere wending aan kan geven. Met beeld en mijn schilderijen die ik dan weer in film en bewegingen in maak. Want dit is gewoon iets, maar als je dit gaat filmen, en je gaat dat bewerken en allerlei inzoomen, dan krijg je gewoon heel kleine fragmentjes en dat zijn eigenlijk andere schilderijen. Dus daar ben ik wel de laatste tijd, ik vind kleur en klank en dat vind ik allemaal, voor mij is dat wel, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ik zit in het stilste gebied van heel Frankrijk, Midden-Frankrijk, dus daar is nog geen lichtvervuiling, geen herrie, niks. Gewoon helemaal geen industrie, dus ik zit daar gewoon in een reservaat. En dat brengt wel heel veel rust mee, ja. En daar schilder je ook? Daar schilder ik ook, ja, hier thuis ook al. Maar daar eigenlijk wel het meeste. Ja, dus totaal anders dan Tilburg. Maar ik zit nog graag in Tilburg, hoor. Want hier gebeurt ook een hoop, hè. Er is gewoon heel veel te doen hier in Tilburg, een mooie stad. Er is wel heel een loop aan de gang. Het mooie van Tilburg te kijken. Ik vind trouwens de Lokhal vind ik nou wel iets. Heel dat gebied vind ik wel heel mooi ontwikkeld. En Piersabe ook. Dus er gebeurt wel heel veel de laatste tijd. Vind ik wel mooi. Spoorzone heb ik nog gefilmd toen het nog volop in bedrijf was. Ja, ik heb veel gefilmd. Honderden films. Vind je de spoorzone dan ook de mooiste verandering in Tilburg of toch iets anders? Ja, zoveel is er niet veranderd, hoor. Huh? Nee. Ja, kijk, die afschuwelijke gebouwen die zo van neerzetten, die vierkante kubussen, nou, dat vind ik geen... De entree van Tilburg daar bij die studentenflat, bij die vogelkooitjes en alles, dat vind ik afschuwelijk. Dat is echt triest. En trouwens, dat gebied daarachter, daar vind ik het Gentelooze terrein, dat vind ik wel heel mooi. Bijvoorbeeld ook een heel mooie ontwikkeling.
Het spoorpark. Spoorpark, ja. Waar veel mogelijkheden zijn om dingen te doen. Men noemt jou ook bescheiden. Zie jij jezelf ook zo? Ja, ik ben niet zo iemand die... ik ben uit een generatie die waar wat meer is van doen. Kijk, er werd vroeger op het consultorium ook niet geleerd. Hè? Van, je moet het product verkopen en de kunstenaars ook niet uit die tijd. Ik heb heel veel kunstenaars, ik heb veel met kunstenaars samengewerkt. Dat doe ik nog steeds. De eerste keer dat ik met mijn bandrecorder op stap ging, en dat is voor mij, meer dan 45 jaar geleden. En dat betreft veel veranderd. En ik heb veel opnames bijvoorbeeld, ook echt oude opnames van Tilburg. De Stijl Luan bijvoorbeeld, heb ik ooit ook met mijn microfoontje zo in die dingen gestaan en dan komen ze zo voorbij gekrost. Veel kermisgeluiden heb ik gedaan. En die zijn ook al een dikke 20 jaar oud. Dat verandert toch allemaal ook qua muziek en alles. Dus heel veel straatgeluiden. Oude brommetjes natuurlijk ondertussen. Draaiorgels. Ja, gewoon heel veel wat er gewoon... draaiorgels hoor je bijna ook niet meer natuurlijk. En die geluiden heb ik ook allemaal gebruikt in producties die ik maak. Het experiment vind ik wel heel belangrijk. Ja. En dan als het resultaat is, dan is het resultaat voor mij ook altijd goed. Want ik wil wel gewoon bezig blijven. Gewoon nieuwe dingen doen. Ik zie gewoon heel de dag iets. Hè. En je hoort ook wel veel, maar wat je ziet, vooral ik ben ook echt een kijker. Je bent echt van nature een observeer. Ja, ik zie gewoon heel veel. Dus daarvoor kijk ik hier ook zoveel naar.